Gisteren heb ik uitgelegd waarom je DNSSEC nodig hebt. Ik hoop dat ik daarmee een redelijk overtuigend verhaal heb neergezet. Het is niet alleen beveiliging tegen cash poisoning. Cash poisoning kun je ook op andere manieren barrières tegen opwerpen. Het is ook beveiliging tegen ander type attacks, routing, man in the middle, compromise van authoritative servers, dat soort zaken. Maar er is nog een tweede reden, dat als je weet dat er technisch niet ingebroken wordt op het pad, dan kun je ook allemaal dingen in de DNS stoppen waar je innovatie op kunt, waar je mee kunt innoveren op securitybeleid. Als je zeker weet dat er met de informatie op het internet niet gerommeld wordt, terwijl het van een authoritative server of van een publicerende entiteit komt, en als het op jouw machine aankomt, als je zeker weet dat het niet gerommeld wordt, dan kun je er allemaal dingen inzetten waar je security policies op kunt baseren. En dat zijn innovaties die ineens mogelijk worden als je DNSSEC doet. Zonder DNSSEC kun je daar eigenlijk niet op vertrouwen, op publicatie van security policy in de DNS. Maar met DNSSEC wordt het ineens heel erg interessant. Dus niet alleen veiligheid van de DNS zelf, maar ook de mogelijkheid om de DNS veel meer te gaan gebruiken voor globale communicatie van security policy. Daarna heb ik uitgelegd hoe het werkt. Public key cryptography. Public key crypto heb je private keys en public keys. Private keys hou je bij jezelf. De public keys die moet je publiceren, moet je delen. Publiceer je dus in de DNS. Signatures maak je met die private key. Per zone één key pair of meerdere key pairs. Een zone signing key en een key signing key. Maar altijd per zone je key pairs identificeren. En omdat je geen zones signed, maar atomic units, de dingen die gevraagd worden, sign je altijd de RR-sets. Om denial of existence te doen, heb je NSEC nodig voor NSEC 3. Als we vandaag nog wat tijd over hebben vanmiddag, dan ga ik misschien nog wel even proberen om de details van NSEC en NSEC 3 uit te leggen. Gewoon omdat dat best lastig is om uit te leggen en ik dat toch eigenlijk wel eens wil proberen. Maar misschien gaat dat dan ook niet lukken, dat zullen we wel zien. Maar goed, NSEC 3 heb je nodig voor authenticated denial of existence. Je moet bewijzen dat bepaalde data er niet is. Bijvoorbeeld bij wildcard matching heb ik een voorbeeld gegeven. Als je een antwoord krijgt dat een wildcard match, moet je bijvoorbeeld bewijzen dat het ding waarom je echt gevraagd hebt ook niet in de zone zit. Nou, anders kan iemand toch verkeer naar een andere plek leiden. Ten slotte, omdat je per zone dingen hebt, moet je chains of trust bouwen. Een trust anchor is een public key die gerelateerd is aan een bepaalde zone, die je zelf configureert als validator zijnde. En als je eenmaal zo'n trust anchor hebt en je wil bijvoorbeeld van de root naar een andere zone die ver onder de root ligt, dan moet je op een of andere manier verbindenissen leggen. Nou, dat doe je met die DS record. Dat is steeds een pointer en daarmee maak je een chain of trust. Nou, daar hebben we het gisteren allemaal over gehad. Dat heb ik laten zien. Je hebt zelf in het lab gezien hoe makkelijk het is eigenlijk om een zone te signen. Je hebt gezien hoe makkelijk het is om een key te genereren. Je hebt gezien hoe makkelijk het is om validatie aan te zetten. Je hebt ook gezien hoe rottig het is om te troubleshoot als het misgaat. Hè? Nou, dan is dan nu de tijd om eens te vragen of er naar aanleiding van gisteren en jullie gedachten speeltjes van als je de slaap niet kon vatten, of er nog vragen zijn. Een vraag achter. Zijn er ook al ideeën over, zeg maar, om als je van een zone, zeg maar, de key signing key verhandelt, om die automatisch, zeg maar, naar de term zone te sturen? De vraag is, zijn er ideeën over om als je een zone signing key of een key signing key hebt veranderd om die key signing key automatisch naar de parent te sturen? Ideeën zijn er zat. Maar
En daar zit het hem dan voornamelijk in. Kijk, als je parent bent en je delegeert zelf, dan kun je dat soort ideeën makkelijk implementeren. Het is vrij makkelijk om te zeggen, ik zet RFC 5011 aan. Op een, dat is een rollover techniek waar we het over gaan hebben, wat ik even kort aanwijs. Maar dan kun je automatische rollovers doen. En dat kun je als parent natuurlijk gewoon volgen. Als een trustanker een automatische rollover kan volgen, dan kun je dat als parent ook doen. Ja, moet je wel state voorbij houden. De vraag is of dat schaalt naar een top-level domein. Ja, dus dat is één. Het tweede is dat de businessmodellen van top-level domains over het algemeen zo zijn dat ze geen directe relatie hebben met hun klanten. Daar zal Fred het waarschijnlijk ook even over hebben. Het probleem namelijk is dat als top-level domains een directe relatie hebben met de children, dan zijn ze monopolisten. En dat is in de meeste omgevingen, in de meeste door de meeste overheden wordt daar een beetje over gefrowned. Hoe noem je dat? De wenkbrauwen worden dan opgetrokken. Dus wat er eigenlijk gebeurd is, is dat de registry, zoals we die top-level domains over het algemeen noemen, dat die het klantcontact heeft geoutsourced naar registrars. Dat zijn servicebedrijven die dat voor je doen. Nou, die kunnen wel automatische connecties hebben. Die kunnen dat met EPP bijvoorbeeld naar hun parent sturen. EPP is een provisioning protocol tussen registrars en registries. Dus daar zijn wel handvatten voor. Maar het ligt helemaal aan je registrar of ze dat soort services voor je gaan verlenen. Ja? Er zijn hoeks voor te bedenken. We hebben het er ook wel in context van OpenDNSSEC over gehad. Al zijn er niet van dat soort hoeks op dit moment. Maar dat kan dus wel. Je kunt dat wel automatiseren. Maar de bedrijfsculturen en de bedrijfsomgevingen moeten dat mogelijk maken. En daar moet iets in zijn. Ja. Nou, ik ga dan nu door met key rollovers. Even zoeken. De slideset die we gaan gebruiken is blok 5, key rollovers. Rudy, ben jij klaar voor een nieuwe cut, zeg maar? Hij loopt. Nou, prima. Nou, moet ik nog lopen?